Hello everybody, how are you? Welkom terug. Nachtje door al, laten we in 24 uur gelijk wel wakker blijven. Ja, daar hebben die vampieren geen problemen mee. En ik had jou naar je bed gestuurd, maar je luistert niet. Dan doe je het maar niet. Het is nog steeds een wel en weten met die vampieren. Je kunt zien, ze staan nog alle vier op oranje. Dus het is nou gewoon dag 5 of 6, weet ik het. Ze willen alleen maar die ene karakter aanvallen. Die steeds een pineut is, die daar op te werk zit. Dus ja. Oh nee, want zij is nu ook aangevallen geweest. Hè? Maar je kan haar weer aanvallen. Hey, er zijn nu al 1, 2, 3 vampieren die je toegeslagen hebben. Hey, dat ging gelijkmatig op die bank daar al. Zitten jullie naar tv te kijken? Ah nee, ik wou zeggen, je kan daar dan nooit naartoe kijken. Nou ja, jullie zijn vampieren. Er is een, hoe lang zit jij nog op je werk? Oh, je komt er weer bijna thuis. Hebben we weer wat centjes verdiend. Kan je meteen naar de wc? Waarom heb je het niet op je werk? Oh, dat ben jij niet. Dat ben jij nog niet, dat ben jij. Maar je bent eigenlijk best oké. Ja. Je bent toch best oké. Ze komt bijna thuis. Ze kan er weer bijten. Sorry. Het is vrijdag. Ik ben net 2 uur van mijn werkje af. Ja, oh, lekker, lekker, lekker. Allemaal doekoe, doekoe. Maar ja, betaal meer huur dan dat je binnenbrengt. Dus, want dat moet ik momenteel betalen. Je hebt gekregen, wat zeiden we, 172. Ze verdienen nog eens 26 euro per dag. Je hebt alleen een bonus van 127 gekregen. Dat is deze. Die. Maar ik moet wel even 465 betalen. Hè? Arme ziel. Nee, niet Luciel. Ziel. Luciel Werner. Waar was ook even? Ach god, lingo, ja. Nee, ik vond het met die gast van, wat heet die nou? Die later dat liefdesgezaak programma. Robert en Brink. Daar vond ik hem, die vond ik goed. Barbara heb ik er genoeg gepast van Barbara. Nee, niet, het is wel goed. Ze maken het maken mij af en toe heel moeilijk. Terwijl het heel makkelijk is. Ja. Oh, je plakt er nog even eentje aan vast. Ja. Nicole en Sandra haten elkaar nu. Wat, de zusjes haten elkaar? De zusjes haten elkaar? Wat? Jullie hebben helemaal niks. Jullie hebben helemaal geen ruzie gehad. What the fuck? Dat oranje is maar dat ze honger hebben.
met Sandra en Nicole, toch? Ja. Nicole? Nee, dat is Lady. Oh. SP. Icy. Sandra. Het staat nergens bij dat ze ruzie hebben gehad. Want normaal staat er een rood dat ze boos zijn, et cetera. Maar dat staat er niet. De schone slaapster. Ik had je de schone slaapster moeten gaan noemen. Jemmer. De buren en kinderen op visite. Wij renden buiten altijd en niet in huis. Vooral zeg eens, de zusjes die ruzie hebben, dat kan dat allemaal niet, joh. Oh ja, dan hebben we één afvallige zus, ja. Een complot. Ja, wordt hij opgepakt en na 80 jaar wordt hij vrijgelaten. Omdat hij van de maffia is of zo, weet ik. En nog altijd een crimineel milieu. Ja, hij. Gast uit eten. Een fancy restaurant. Ja, daar heb je ze. Dat pretpark. Even, en krijg je honger en dan ga je eten. En plots staat daar politie voor de deur. Er is live muziek, dus hij is niet te betalen. Ja, daar heb je ze. Handelde ik, hoppakee, op de rug en in de boeien. Liefdesbrief. En dan zie je zometeen de kalenderdagen langzaam voorbij gaan en gaan steeds sneller. Brrr. Weer een liefdesbrief. Oh, dan gaat het weer sneller. Ga nog sneller, nog sneller. Dat was de grijsaard. 30 jaar later, denk ik. Daar komt die elf. Maar, liefde roest niet. Ja, niet te sentimenteel worden, ouwe. Ja, dan kijken ze er nou weer naar, hè. Kijk. Exact de mundo, hè. Hebben ze dit nou gekeken? Nou weer. Dan komt hij in zijn auto. Huppatee. Er staat hier iemand die gebeten kan worden. Kom maar. Je bijt niet eens. Dat ben ik! Niet. Oh, daar val ik neer. Plof. Oh nee, dat was ik niet. Ach nee, dat was die naar de weg. Oh god, die moet naar de weg. Wanneer? Nee. Zij. Poink. Nou, dat is al voltooid. Charisma level 2. Dan gaan we even op jou klikken. Politieke carrière, goede zaak kiezen. Oh, wat was dat? Simdolas voor iedereen demonstreren. Nee. Nee. Minder ondeugd kiezen. Nee. Alles stemmen mee.
Zo, en de rest bemoei ik me dit niet. Ja, oké, okay, dus de telefoon gaat alleen nog. Dus wie heb je nu gedronken? Weer jij? Zij is de enige! Wat is dit nou? Zij is de enige die drinkt. En als je een vampier een paraplu geeft, dan kunnen ze beter tegen de zon als ze nog niet geskild zijn. Voordat ze tegen de zon kan. Ze verbranden dan wel, maar niet zo snel. Esme heeft een goede zaak gevonden om te steunen. Heb jij soms nog van plasmafruit gehoord? Dat zegt ze tegen Lady Vladovsky. Of Lady Vladovsky tegen haar. Ik weet niet hoe dat gaat. Zegt zij dat tegen haar of zegt zij dat tegen haar? Lady Vladovsky? Nee, Lady Vladovsky vraagt, heb jij soms nog van plasmafruit gehoord? Had je even aan mij moeten vragen, want ik heb het in mijn tas. Ei. Maar jij krijgt het niet. Jij bent de enige die drinkt. Dus even kijken, hoeveel geeft dat plasmafruit? Even in je tas kijken. Als ik dit nou aan jou geef. Ik wil alleen even kijken hoeveel dit plasmafruit eten. Hoeveel het van de herstelt, zeg maar. Dan moet je even stoppen met dat gezeur. Maar je gaat wel de plasmafruit eten. Mens. Nou, dat heb je al gedaan. Hier. Dat krijg je erbij van een plasmafruit. Dus je kan er wel een stuk op 30 opeten en dan wil je het volwezen. Maar je hebt wat minder neiging om nou te bijten. Is er weer wat stuk? Want ik zie dat er gedwaald wordt. Oh, er heb iemand gedoucht. Nee, oké, dan is dat goed. Maar ik ben heel erg, als ik iets zie dat iemand staat te dwalen, wil ik meteen weten wat het is. Want de schades moeten meteen hersteld worden. Want dan gaat dit kapot, dan gaat dat kapot. Alles wat bij elkaar in de schakeling staat, weet je? Zoals de keuken bijvoorbeeld. De kraan lekt. Water op de grond. De ijskast. Ook stuk. Ja, Diablo, blijf je niet steeds berichten sturen. Diablo is ook een fantastisch spel om te spelen. Heerlijk. Ik kan niet wachten tot Diablo 4 uitkomt. Oh man, ik ben echt gehyped voor tevoren. Dat zal niet eerder dan de zomer wezen. 2021. Deze zomer, nee, dat is wel lekker geweest. Nee, 2021. Maar zo zie je, je kan plasmafruit eten, maar het zet me heel weinig aan. En daarom zeg ik, degene die wint mag plasmafruit eten. Ze worden niet helemaal gevuld, maar ja, zo is het geen contest. Want niemand eet, niemand drinkt bij een ander. We blijven allemaal blijven zo. Even kijken, wat heb jij voor alternatieve skills? Dan geef ik ze die allemaal, kijken of ze dan wel gaan eten. Niet flirt. Nee, jij niet. Jij. Oh, jij wel. Je bent jaloers. Even kijken. Mijn kinderen. Snelle leerling. Niet vluchtig. Wat heb jij? Een dromer. Zelfverzekerd en gemeen. Wat ben jij? Onvoorspelbaar. Jaloers. Snelle leerling. En zo. Nee, daar moet het niet aan liggen. Dat kan niet. Jij bent vrolijk, een brom, snelle leerling en een boekenwurm. Nee, dat kan niet. Oké, ik denk dat ik één keer ga vals spelen.
Even kijken. Jij hebt net gedronken. Jij hebt plasmafruit gehad. I see. Jij zie zeker. Jij mag even gaan bijten dan. Daar is ze. Ze is net wakker geworden. Ze heeft honger. Nee, jij. Mens, I see. Ah, ze is ziek. Ja, nou vraag ik me af, moet ik ze daarmee helpen? Kan iemand hebben geen computer? Nee, jij gaat niet drinken, want ik zorg er persoonlijk voor dat het niet gebeurt. Ja, daarom. Je kan douchen wat je niet nodig hebt, of je kan drinken wat je wel nodig hebt. Maar het is maar eenmalig. Want daar zijn er dus twee waar niet van gedronken kan worden. Kijken of ze nou wat feller worden. Is het niet, dan heb je mazzel gehad. En hoe ver vult jou dat? Ik heb het idee, want zij is heel snel, is ze van de, hoe heet het dat? Oh nee, dat valt wel mee. Ja, stort je wel neer? Dank u. Kun je slapen? Je favoriete hobby? Ja, zo goed als vol. Dus, waar hebt u last van? Ja, maar waarom ga je dan aan een tafel zitten waarop iemand zit? Dat is hetzelfde als iemand die bang is om voor vreemde mensen te praten, midden in een groep gaat staan en gaat roepen, ja, ik ben er! Die blijft liever op de achtergrond, zo was ik vroeger ook. Als ik tussen vreemden was, het was altijd zelfs toen is het achterlopen, dat je met je rug tegen de muur was en dat zo ver mogelijk tegen een kast aan staan, zodat niemand je zag. Even, wat was dat? Rood. Oh. En dan het liefst heel zachtjes de deur open en dan zo het weggaan en dan vroeger heel lang gehad. Ik denk zeker toen mijn 30ste. Toen ben ik er overheen gegroeid of zo, ik weet niet. Ik heb er af en toe nog moeite mee hoor. Voor de camera zou ik niet, want ik zie die mensen niet. Maar ik heb het wel eens als ik voor het eerst op een nieuwe werk zou komen, zeg maar. Nou, ik ben helemaal teruggetrokken. Dus laat me zien wat ik moet doen. Ik ga mijn werk doen. En later komt het dan pas dat je kennis gaat maken met anderen. Ja, één wekker. Dat zegt mijn wekker. Oh, nog 13 minuten. Is er weer wat stuk? Yep. Ah, je bent wakker, dan kan je het repareren. En je bent energiek, wat wil je nog meer? Kan je het energiek repareren? Ja, hoe krijg ik de energiek lopen? Bom, 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 bom. To the rescue! Want we moeten ook al die spullen upgraden. En dan gaat zij die meteen hier staan dat het niet meegenomen kan worden. Ik haal mijn vinger op de nul. Want ik mis al mijn upgrade dingen daardoor. Zoals ik zeg, oh, ik kan beneden een computer neerzetten, want er kan niemand komen. Als jullie nou eens zo fanatiek waren met iemand te bijten, dan had je helemaal geen moeite ermee gehad. Er is er maar eentje happig en dat is die. Even wat meer tijd. Ja, ze is bezig. Hartstikke goed. Hallo. Nee, je gaat niks meenemen. Oh nee. Ik neem het. Monique. Ik ben vaak thuisgekomen. Ja. En ik kan meteen in het kamertje.
Ja, oké. Okay. Maar ik ga nu op, want ik ben aan het filmen. Ik ben aan het filmen. Dat is mijn zus, sorry. Oh. Waar ben je? 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 Ik zal het hier op de grond leggen. Oh, nee. Ik leg het hier nog. Oh, nou is dat weer stuk. Oh, gaat er nou echt alles stuk? Kom op nou. Waar is mijn andere spul gebleven? Oh, ik zie wat. Oh nee, is gekleed. Oh, hier ligt het. Ah, nee. Dat gaan we niet doen. Water naar de zee dragen. Waar is mijn karakter? Ga dat nou repareren? Nee, blijf. Oh, mens. Wat ben je doodirritant, zeg. Neerleggen nu. Godver. Flikker en in top, hé. Tief top. Ga daarheen. Zo doe je het erop. Jezus Christus. Ze ruimen niks op. Nee, als het moet. Moet het niet aan de zijn zoals de eerste. Ze zullen nooit uit hun eigen iets gaan repareren. Vasthouden, want er komt er weer zo'n debiel aan. Ja, pech voor je. Ja, ze staat weer te repareren. Ja, omdat jullie het niet doen. Heb je die debiel weer? Zo de mythe nou op. Oh, dan komen er nou twee stapels te leggen. Oh, god. En er staat er ook eentje daar. Nee. Waarom mag het niet zo... Oh, nog niet. Ik dacht dat ze klaar was. Kom op. Yep, nee. Hé, hey, geen afval. Kijk, en dan wil ze meteen weglopen, maar dat gaat niet door. Dus dan leggen we dit hier neer en dan zeggen we... Hé, hey, waarom kunnen we de... Ah, zie je, nou, dat is het dan in die vuilnisbak heb gemieterd. Dat gebemoei van die gasten al, dat zijn allemaal dingen die ze geen reet aangaan. Stukjes en beetjes op de uiken, daar hebben we geen reet aan. Ja, ga jij het lekker doen, dag. Ik ga beneden een computer neerzetten, de groeten. Ik word hier een beetje schaatsziek van. Ik hoef me geen zorgen te maken als ik me wat gerepareerd heb. Dat ik er spoedig bij ben. Dat ik op tijd ben om te zeggen dat er doorheen rotzooi wat zoeken. Eerst moeten we een bureau. Bureau, sorry. Mijn Nederlands is ook niet meer wat het geweest is. De goedkoopste, nou ja, moet wel leeg zijn. Dat is voor kinderen, dat is deze. Boom! Bureau, en een eindje weg, dat krijg ik mijn stoel. Ah! Dat is een kinderen. Dat is een tekentafel zitten, ja, deze dan. En wat mag het uit het verenigd, dus ik moet het toen niet. Nog, hup. Beneden is verboden voor ze, daar kunnen ze niet komen. Dus, en dan nu zeggen tegen iemand, gaf wat op zoek op de computer. Maar die kan niet. Hé, hey, zijn mijn inwoners niet geladen? Oh jawel. Dang. Mijn alien computer.
Zo, en hier gaan we extra bestellen en nog een keer extra bestelonderdelen. Dan gaan we even rikketikken. Dat je dat niet gewoon in kan vullen, nee, je moet 99 keer klikken. Om 99 klikken. Ik ben het inmiddels gewend, maar in het begin zat ik ermee te klooien. Hoeveel muis ik hier al niet mee vernacheld, het is maar een raadsel. 99. En de laatste, 99. Nou beginnen mijn vingers een beetje moe te raken. Ik zit met twee vingers op de linker muiskop te klikken. Om en om. En 99. Je gaf het er niet. Ah, oh, we hebben niet genoeg geld. Even kijken, die zijn duurder. En als we er daar een paar van afhalen. Oh, dan worden er heel wat paadjes. Nee, ik heb mijn eigen. Ja, moet ook wat hebben om de rekening te betalen. Zo. Bing. Dan kan er van het weekend namelijk geklust worden. Ja, door haar alleen. Oh, dan moet ze de skill. Oh, dat kan niet. Dat zit nog geen skill genoeg. Dat is haar skill. 2. Nou, dan kan ze wel wat, maar dan moet ze wel levelen, hè. Even kijken, qua douche. Level 4. Dus ze zou alleen dat kunnen doen, dat kunnen doen en dat kunnen doen. Dat is level 4, dat is level 4. Maar dat moet er maar. Ja, nou, niet van de weekend. Oh, het weekend is net voorbij. Maar ja, oké, zaterdag dan. Oh nee, jij werkt niet. Jij kan de boerige doen. Wat ben je. Auw, mijn vingers zat klim. Ja, dat kan pijn doen. Oh, je wordt gebeten. Nee, heb iemand het geleerd? Is dat. Is dat, is dat, is dat, is dat, is dat? Ja! Sandra! Hehe! God, dat heeft lang geduurd, zeg. Ik val wel neer. Ja, oké. Okay. Fiets parkeren. Yep. Hehe, het begint te komen. Het begint te komen. Halleluja! Want ik zag alweer dat ze moe was. Ik denk, waar kun je zo snel moe van zijn? Toen zag ik dat ze gebeten werd. Ik was... Oh nee, maar ik zag haar op de bank zitten. Ik denk, hé, hey, wie zit dan? Wie zit dan? Wie zit dan? Hé, hey, Icy. Heb je het gezien? Volgens mij kun je haren nog wel bijten. Oh, die moet nodig naar de poort. Even kijken. Hoe zit het dan met jou? Oh nee, oh. Oké, jij zit nu bijna vol. Jij zit nu bijna vol. En jij. Ja. Dus we hebben alleen nog jou. Dan ligt er één te slapen die je kan pakken. Je kan mij niet pakken, want ik ben net gebeten. Die moet wakker worden. Moet over 2 uur werken. Oh, ze wordt al wakker. Mooi. Naar werk gaan. Oh nee, ze is ook gebeten. Gaat niet. Oh, nou begint de lol pas. zij is ook nog gebeten. Ja. Yep. Nou, bij haar duurt het nog 17 uur. Die gaat naar bed, dat dacht ik wel. Slaap, hè? Goed. 12 uur. Ja, bij mij is het nog te recent. Oh ja, hoe lang is het eigenlijk? Hoe lang is het eigenlijk? 24 uur. Ja, dus toch, 24 uur. Dus je zal het nog een dagje uit moeten halen. Oh nee, dan mag jij. Nee, dan mag jij je. Oh shit, nou heb ik de plasma fruit. Oh, dan wacht. Nee, oké. Okay, dan krijg jij van mij 2 zakjes. Oh, dat kan ik niet eens kopen. Denk ik. Want je vampierskill is nog niet zo hoog.
Nee, dat is alleen informatie zoeken. Fuck. Oh, wacht even, ik kan het niet bijbestellen. Nee, het is niet hoog genoeg. Ik ga even vals spelen. Jij moet eten, dus ik flik jouw skill even wat hoger, dat je dat kunt doen. Want anders is het ook geen lol meer. Ik ben helemaal de klus kwijt. Dat is die. Renkap. Even kijken. Nee, dat is hem niet. Nee. Oh, is mij gaat werken. Heel goed. Kan ze het nou wel bestellen dan? Volgens mij zou het in de chat komen te staan als ze dat kon bestellen. Jij bent een vampier en jij kan niet op vampieren geheimen zoeken? Oh. Oh, dit is erg. Oh, het is toch die tijd. Oh jee. Mensen, bedankt voor het bellen. Voor het bellen. Voor het kijken. Ik zie jullie in mijn volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei.